Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat op deze maandag. De maandag van 3 juni 2024. Lloyd Groenhout is mijn naam en tot 9 uur ben ik uw gastheer op deze maandag. Wat gaan we vandaag doen? Nou, de diverse actualiteiten met u doornemen. En in het eerste deel praten we met Uriel, nog Frederik. Ja, welkom. En in deel 2 gaan we iets doen met de politiek. Ik denk dat de heer Panga onderweg is. Hij zat in een file, heb ik begrepen. Dus we verwachten hem in deel 2 vandaag in deze aflevering van de Koffiepraat. Wat schrijven de kranten ons vandaag? De ware tijd zien wij als kop. Borno zal een flink toontje lager gaan zingen. Dat heeft allemaal te maken met zijn aanhouding in Brazilië. Hè? Zoals het nieuws dus naar buiten is gekomen de afgelopen week. Morgen start dus de SEOGS. En dat heeft allemaal te maken met die komende ontwikkelingen, hè, in de oil- en gassector. Staatsolie organiseert dit. En morgen vindt dus de opening plaats hiervan. Wat we nog hebben, ik heb begrepen dat er later ook een persconferentie is met betrekking tot de kwestie van Asinga. En als het goed is, hebben we later ook nog een activiteit in het kader van dus, de herinrichting van de waterkant. En dan krijgt u dat later in onze nieuwsuitzendingen te horen. Zoals ik al aangaf, gaan we in deel 1 praten met Uriel Frederik. Want hij gaat ons alles vertellen over zijn bedrijf. We hebben dus die pingen gekregen van onze collega Ashwin. En die zei, deze man moeten jullie zeker eens in Koffiepraat halen. Dus we dachten, oké, dat doen wij dan. Goedemorgen Uriel, heer Frederik nog. Yes. Ja. En welkom in deze aflevering van de Koffiepraat. Dank u. Goedemorgen iedereen. Het is er genoeg om u vandaag hier bij ons te hebben. Black Gold Consultancy, vertel ons. Ja, Black Gold Consultancy is een consultancybedrijf. Mm-hmm. We zijn officieel opgericht op 17 mei 2023, mm-hmm. ingeschreven de KKF. Ja. De naam Black Gold, mm-hmm. letterlijk vertaald, betekent het zwart goud. Ja. En dat is een andere benaming dus voor aardolie. Aardolie? Black, mm-hmm. van haar naam, dus Black Gold Consultancy. Mm-hmm. En de manier hoe het is ontstaan, het was namelijk zo dat in 2020 of 2021, had ik zo'n post geplaatst op Facebook met een foto van zo'n boorplatform op zee. Mm-hmm. En ik had dus aangegeven daarbij dus dat er heel veel opportunities zijn voor de Surinamers, zeg maar, Surinaamse jongeren binnen die olie- en gassector. Hoe lang terug heb je dat gedaan, die post? Het moet 2020 of 2021 zijn geweest. Was de periode toen de voormalige directeur van Staatsolie, no? Ook zo aan de bel trok van mensen moeten ons klaarmaken. Klopt. Ja, dat doet hij al een tijdje. Ja. Nu nog steeds. Mm-hmm. Ja, dus het is dus zeg maar viraal gegaan. Heel veel mensen hadden het geshared. Ik kreeg heel veel vragen binnen. Daarvoor ook al hoor. Had ik, mm-hmm. Dus mensen die wisten dus dat ik in die sector zit. Ja. Hadden heel veel vragen van hoe kan ik ook daar belanden? Mm-hmm. Wat houdt het eigenlijk in? En dat allemaal. En vanwege die vele vragen die eigenlijk niet allemaal kon beantwoorden. Nu nog steeds zit mijn inbox met bepaalde van die vragen die ik nog steeds niet heb kunnen beantwoorden. Mm-hmm. Dacht ik van, waarom niet een centraal punt waar je dus die informatie kan sharen. Mm-hmm. Want het is namelijk zo dat een groep, de mensen die dichtbij zeg maar, het vuur zitten, dus die in die branche zitten, die hebben wel die informatie, die weten er alles van. Of mm-hmm. de mensen die echt nieuwsgierig zijn en zelf op onderzoek uitgaan. Yeah. Maar een groep heb je, dus een hele grote groep in Suriname, die is niet echt afweet van hoe het precies zit in die branche, in die sector en de informatie, hoe ze eraan kunnen komen. Mm-hmm. Dus vandaar het idee dus om te beginnen, te starten met zo'n consultancy. Het heeft weliswaar 3 jaren mm-hmm. geduurd, of 4 jaren geduurd, voordat we uiteindelijk een eerste op de launch hebben gedaan en daaraan gekoppeld ook een informatiesessie. Ja. Wat zijn de meeste vragen die aan de orde komen? De belangrijkste vraag is, of vragen zijn, hoe kan ik een werk vinden mm-hmm. in de, of hoe kan ik werken op zo'n boorplatform en hoeveel kan ik verdienen? Dat zijn de 2 meest belangrijkste vragen die men stelt. Mm-hmm. Voornamelijk jonge mensen die dus interesse hebben om ook daar te gaan werken. Ja. En ook andere vragen van hoe ontstaat aardolie, mm-hmm. weet je, dus dat is meer de technische kant. Ja, mm-hmm. Maar is het zo dus dat jullie de sector richten op technische zaken voor wat betreft dus die, zeg maar, oil en gas, of komen er ook andere sectoren aan de orde, zeg maar, voor wat jullie consultancy betreft?
Gaat het sect om aardolie of ook sect, zoals men aangeeft, local content, dat het doorwerkt als een sneeuwbal? Ja, zeker. Mm-hmm. Zeker weten. Dus de ontwikkelingen binnen de aardolie of huidige ontwikkelingen in Suriname zullen sowieso een sneeuwbaleffect hebben op zeg maar ook de andere sectoren. Je hebt bijvoorbeeld, als je praat over local content development, dus tegenwoordig ja, je hoort het zo vaak in de media, staatsolie praat erover, de grote oliemaatschappijen praten erover. Je gaat dus hebben dat er heel veel diensten nodig gaan zijn binnen Suriname, wanneer men eenmaal dus gaat beginnen met te produceren, die aardolie te produceren. En je hebt bijvoorbeeld nodig dat mensen die er zullen voedingsmiddelen nodig zijn, mensen die in de voedingsindustrie zitten, voedingsleveranciers, houtproducten. Ja, dus verschillende sectoren zullen erbij betrokken raken bij deze gas- en olie- en gasontwikkeling. Dus sowieso zal het ook een effect hebben op de andere sectoren. Maar ja, dus wij in beginsel is onze aandacht gefocust op de aardolie-sector. En morgen start ook een bijzondere dag. Gaan jullie ook participeren? Niet als Black Gold Consultancy. Mm-hmm. Ik ben ook werkzaam bij een ander bedrijf. Okay. Dat is Rems Logistics. Mm-hmm. Ik zal dus als Rems Logistics daar aanwezig zijn. Ja. Maar sowieso, de informatie die je krijgt, kan je dus ook gebruiken. Ja. Mm-hmm. Wat zijn jouw verwachtingen als je zo kijkt dus naar die hele voorbereiding op weg dus naar zeg maar 2028? Het is heel interessant, enthousiast. Er gebeurt zoveel binnen de olie- en gasindustrie tegenwoordig. Laatst nog is er door het bedrijf Petronas weer een oliefonds gedaan. En ze zijn nu weer bezig met het boren van een andere put. Dus het is heel exciting. Je ziet ook hoe de Surinamers die betrokken zijn bij dit soort projecten, de groei die plaatsvindt, de drang die er is, ook jongeren, onder jongeren, studenten van het NATIN bijvoorbeeld, of de andere scholen. Zie je hoe men betrokken wil raken. Men gaat ook uit op de informatie, bedrijven ook, middelgrote bedrijven, kleine bedrijven, maar ook de grotere bedrijven natuurlijk. Ja. Die hebben ook het kapitaal om te participeren. Mm-hmm. Maar ieder is dus een soort afwachten nooit van wat gaat er gebeuren, hoe kan ik betrokken raken. En daarop willen wij dus inspelen om een goede voorbereiding te doen naar zeg maar 2028 toe. Zodat wanneer het zover is, dan hebben we dus wel een grote groep die hun diensten ook kan leveren aan die olie en gas. Heb je het idee dat men het al begrijpt, dat men zich al moet klaarmaken? Want ja, Het is nieuw, zeg maar, voor Suriname. Klopt. U zegt dat de verwachtingen die zijn hoog gespannen. Maar hebt u het idee dat men het al begreep dat we moeten gaan bijvoorbeeld naar het certificeren van onze bedrijven en dergelijke? Een deel wel. Bij een deel zie je wel dat zij het begrepen. Een overgroot deel nog niet. Nog niet. Ik denk dat het ook te maken heeft met, het is namelijk wel tal van bedrijven in Suriname die, als ze dus de nodige certificeringen please brengen, dat ze mee zouden kunnen doen. Ja. Maar niet alle bedrijven kunnen, je gaat misschien maar één of twee bedrijven voor een bepaalde soort type werk kunnen gebruiken, de oliemaatschappijen. En de investeringen moeten dus gepleegd worden, maar ik denk dat men nog zo'n beetje afwachtende houding is van, wat als ik geen contract krijg van zo'n oliemaatschappij en ik kom niet in aanmerking voor zo'n job, is het dan voor zomaar geweest dat ik zo'n dure investering heb moeten plegen? Dus ik denk dat mij nog de kat uit de boom bezig is te kijken. Maar sowieso moet je niet alleen voor die olie- en gasontwikkeling, maar ook voor jezelf als bedrijf. Als je die certificering in place brengt, kom je dus ook als bedrijf op een hoger niveau. En je weet maar nooit, het is nu is het Total die heeft aangegeven dat ze in 2028 waarschijnlijk de eerste productie zullen doen. Maar Petronas bijvoorbeeld heeft ook olie gevonden en zij zijn ook bezig te kijken. Dus je kan meerdere bedrijven krijgen. Dus die, en als het niet bij de ene lukt, kan het bij de andere lukken. Maar ook voor jouw andere branches, als je de certificering hebt, kan je meedoen met andere internationale bedrijven. Dus, Wat zullen we moeten doen? Willen we dat dit een succes wordt voor Suriname? Sowieso de voorbereiding. Bedrijven die nog niet certified zijn, zeg maar dat ze hun
hun, hun bedrijf gaan certificeren op het gebied van bijvoorbeeld health safety, environment, HSE, quality. Dat zijn twee aspecten die zeer belangrijk zijn binnen de olie- en gasindustrie. Men zegt zelf dat HSE core value number one is, toch health safety en environment, core value number one is in deze branche. Omdat men zeer veilig moet werken. Je moet je voorstellen, je bent, als het om offshore gaat, ben je op een boorplatform op zee, ja, omringd door water, honderden kilometer verwijderd van de kust. Ja. Mocht er iets gebeuren, dan, er zijn trouwens ook al een paar gevallen geweest waarbij zo'n boorplatform in brand is gevlogen, honderden doden zijn gevallen. Ja. Dus men legt de nadruk zeer sterk op HSE. De HSE-standaarden zijn zeer hoog, quality-standaarden zijn ook zeer hoog. En ik denk dus dat de bedrijven, Surinaamse bedrijven, klein, middelgroot, groot, zich sterk moeten gaan maken op dat gebied. Dat ze dus op zoek moeten gaan. Staatsolie is trouwens ook bezig met een stukje local content development van de bedrijven. Ze hebben zo'n een programma, Blue Wave programma, waarbij er dus, ik dacht een jaar lang of zo, wordt er dus getraind, worden de mensen getraind, procedures worden vastgelegd op het gebied van HSE, quality, zodat het vastgelegd staat en dat mensen ook het mij ook gaat implementeren. Dus niet alleen documenteren, maar ook implementeren. En daarom maak je dus een grotere kans bij de grote oliemaatschappijen. En ook, ik denk, wetgeving ook. De overheid heeft ook een heel belangrijke rol in dit alles. Naar mijn mening, ik weet niet of het zo is, maar je hoort niet echt veel vanuit de kant van de overheid wat het betreft local content. Er moet een local content policy in place komen, wetgeving. Dus ik denk dat de overheid ook een heel belangrijke rol heeft. Het ministerie van Onderwijs, de scholen, scholieren, NATIN, de technische scholen, middelbare scholen, universiteit, erbij betrekken. Om dus met een zeg maar ook een plan te komen hoe we naar 2028 toe een goede voorbereiding kunnen doen. Er is nog heel veel werk aan de winkel, zeg maar. Ja, er is nog veel werk aan de winkel, maar ik denk wel dat we goed op weg zijn. Staatsolie is ook een heel goede bedrijf in deze die zich inzet dat Suriname ready zal zijn wanneer het zover is. Stel, en nu komt die vraag persoonlijk. Yes. Stel u had het voor het zeggen. U zou een besluit mogen nemen over die oliedollars na 2028. Yes. Wat zou uw visie daaromtrent zijn? De inkomsten dus? Mm-hmm. Op de eerste plaats een fonds instellen. Waar dus de inkomsten van de olie naartoe gaan. Even af te weten. De staatsolie is ook bezig daarmee. Ja, nu. Ja. Ze zijn bezig met het opzetten van een fonds. Waarbij je dus bepaalde focusgebieden. Want kijk, wanneer de olie komt, is heel veel geld komt binnen. En we moeten dus ervoor waken dat dus niet alleen populistische projecten ermee zullen worden gefinancierd. Het moet ook bijvoorbeeld mooie wegen, mooie gebouwen. Het land moet er goed uitzien. Maar het is ook belangrijk om te sparen wat je krijgt, binnenkrijgt, om dat in de fonds te plaatsen. Focusgebieden zoals gezondheid, de gezondheidszorg in Suriname, het onderwijs. Zeg maar, dat zijn twee belangrijke gebieden. Dus dat we daar ook in gaan investeren. Goede gezondheidszorg voor ieder, goed onderwijs voor ieder. En daarnaast kan je dus het land zeg maar, helpen opbouwen. In middel van de projecten, mooie bruggen, grote ziekenhuizen, bla bla bla. Maar sowieso moeten we het geld gebruiken waarvoor het nodig is. Een fonds plaatsen waar het, net als wat Guyana nu ook doet, ze hebben een fonds opgericht. En daaruit halen ze dus de gelden wanneer het nodig is. Dus sowieso moeten, zou ik dat doen, een fonds instellen. En niet zomaar dat iedereen, Jan en Alleman, maar aan het geld kan gaan. Maar goede projecten uitschrijven en die worden dan door een commissie of zeg maar een groep experts beoordeeld en dan goedgekeurd. En dan wordt het uitvoeren met de gelden. Dat wat u zegt is toch wel een belangrijk en dat zal afhangen van beleid, hè? Beleid, beleidsvraagstukken. Yes. Dat wil zeggen, er zal een regering moeten zijn die dat begrijpt. Helemaal, helemaal. Ja, dus ik denk dat de komende regeringen zit in die, gedeeltelijk zal die in die zeg maar 2028, zal in de komende regeringsperiode plaatsvinden. Dus we hopen dat er de right man on the right place komt. En dat ze dus zullen begrijpen, goed overleg zal zijn met alle betrokken partijen, staatsolie, de grote oliemaatschappijen, lokale bedrijven, NGO's. Dus
Eigenlijk moet er breedvoerig worden nagegaan van hoe kunnen we de gelden het best gebruiken. Ja, hoe zou men, als men bijvoorbeeld informatie wil, Black Gold Consultancy kunnen bereiken? Ja, we zijn, telefoonnummer is 0820-6830. Dat is mijn persoonlijk nummer, kan men mij bereiken. We zijn op Facebook, we hebben een e-mailadres ook, dat staat ook op onze Facebookpage. Ja. We zijn dus nu bezig, hadden dus laatst 25 mei, zaterdag 25 mei, hadden we onze launch. En dus ook een informatiesessie aangaan dit alles. Ja. We zullen dus in de komende periode beginnen met trainingen, omdat we mensen dus ook bijvoorbeeld een basic oil and gas willen bijbrengen. Toch? Want als je iets niet begrijpt, gaat het moeilijk zijn om het te begrijpen. Klopt. En ook om het op de juiste manier aan te pakken, moet je weten waarom het gaat en waarover het gaat. Dus sowieso basic wel oil and gas trainingen, HSE trainingen, quality trainingen. We willen ook met kleine, middelgrote bedrijven zitten om ook ons deel te doen, ons teamtje bij te dragen aan het ontwikkelen van die HSE en quality policies, procedures. Dus op Facebook kan men sowieso de informatie vinden. We zullen daar dus te zijner tijd alle informatie plaatsen wanneer de trainingen van start zullen gaan. Geweldig. Mag ik jou heel veel succes toewensen? We gaan je zeker nog eens uitnodigen. Dank je. Heel veel succes toewensen de komende periode, want je zal het druk krijgen, zeker denk weten. Ik. Heel veel succes en we spreken elkaar. Je mag blijven zitten. We gaan even luisteren naar de heer Jagisano. Die dus het heeft over dus, wat er dus morgen, vanaf morgen zal gaan gebeuren. Tijdens de SEOGS 2024. Oil and Gas Summit and Exhibition. En we proberen daarbij partijen bij elkaar te brengen in Suriname. Zowel Surinaamse als buitenlandse partijen. En diverse disciplines. Want je hebt natuurlijk ook daar disciplines. Mensen die onder de grond kijken. Mensen die projecten bouwen, dus ook pijpleidingen aanleggen, productieplatformen maken. En mensen die kijken naar de veiligheid, human resources, etc. En is de bedoeling om een voorschot te nemen op vragen die waarschijnlijk nog zullen komen. Dat mensen bij elkaar komen, kennis maken met elkaar en uitwisseling doen en eventueel gaan samenwerken. De staat heeft ons altijd helemaal ondersteund in het geheel. Dat Engelse vertaling van een Engels woord is bekrachtiging. Dus dat wil zeggen, de staat doet er alles aan om te bevorderen dat het een succes wordt. Voor de lokale mensen hebben we een sterk gereduceerde prijs, waardoor, laten we zeggen, met name ook de lokale mensen op de beurs komen. Die tarieven zijn een beetje pittig, maar dat zijn de internationale beurzen. Maar we hebben toch een differentiatie gemaakt tussen internationale partijen. Het zijn grote bedrijven die dat wel kunnen betalen. En kleinere bedrijven. Dus dat gaan we, laten we zeggen, hebben heel goed gedaan. Wat je natuurlijk ook krijgt, is dat er een spin-off komt. Eigenlijk alle hotels zitten vol op de CEOS-dagen, waardoor eigenlijk de mensen, laten we zeggen, goede business draaien. Een heleboel in Suriname al, toch? We doen wat cursussen voor bedrijven. We hebben denk recent 24 bedrijven opgeleid hoe ze mee moeten doen aan een openbare inschrijving van zo'n contractor. Daar leer je hoe je, laten we zeggen, een offerte kan indienen. Je leert je financiële overzicht te maken. Je leert veiligheid en milieuaspecten goed adresseren in je aanbieding. Dus dat zijn zaken. Wat we dus ook doen tijdens die conferentie. Is tijdens die conferentie samenwerkingen stimuleren, dat heb ik al eerder gezegd. Dus dat die ervaring die internationale bedrijven hebben, dat onze bedrijven dat kunnen leren van hun en kunnen overnemen en in de toekomst misschien dingen zelf kunnen doen. Wat wij zelf doen, we leiden een heleboel bedrijven op in Suriname om te weten hoe ze kunnen meedoen aan openbare inschrijvingen van de contractors. Ik noemde net, laten we zeggen, de anti-bribery zit er ook in. Dus je moet tonen dat dat geld dat je investeert in zo'n project, dat het legaal verdiend is. Je milieu en veiligheid moet goed in place zijn. Dus al dat soort aspecten zijn dingen die wij stimuleren. U weet dat we ook de natinners, laten we zeggen, olie- en gasopleiding laten volgen.
En wat wij in de toekomst nog meer gaan doen, is we gaan het Surinaams bedrijf leven uitleggen wat er komt allemaal. Er is vaak lastwerk, reparatie van machines, zijn aspecten van de job. Maar een paar kleine bedrijven die kennen die industrie nog niet helemaal, die gaan we ook leren. Laten we zeggen, of laten zien wat er allemaal in die offshore-industrie gebeurt, zodat men meer gebruik kan maken van de mogelijkheden die daar zijn. Wat we niet moeten onderschatten is de spin-off. Toch? Want olie en gas is één. Maar doordat er zoveel economische activiteit komt in Suriname, dan gaan de hotels ook beter draaien. De restaurants gaan beter draaien. Toerisme gaat beter draaien. De taxis gaan meer jobs hebben. Dus dan is het ook van belang dat ze een beetje worden opgeleid dat die meter werkt in de taxi. Want dan, u weet, als u naar een land gaat en u stapt in die taxi en u stapt uit en die meneer zegt 100 US, dan wordt u ook boos, hoor, want u zegt maar het is zo'n korte afstand. Dus we gaan onze mensen moeten leren om een soort welkome houding aan te nemen. Dus op deze conferentie komen deze bedrijven ook. Ze raken in gesprek met onze lokale mensen. En dan komt er ontwikkeling. Wat heel erg belangrijk is, we hebben havens in Suriname. Dus die havens zijn erg cruciaal, want alles gebeurt op de haven. Omdat u weet, die ontwikkeling is 180 kilometer uit de kust. Dus schepen komen met materiaal naar binnen. Die moeten bij een haven. En dan moet eten en drinken. En het materiaal dat daar naartoe moet, als men buizen nodig heeft, staat het op de haven klaar. En daar werken mensen eigenlijk aan. Dus iedereen gaat zoveel mogelijk op de haven zijn faciliteiten opzetten. Anders moet je een heel stuk rijden naar de haven. Dus die havens zijn erg belangrijk. Maar deze bedrijven die komen hier. Dus ik neem aan ook dat de mensen die een haven hebben, op CEO's aanwezig gaan zijn en met de mensen gaan overleggen van ik heb mogelijkheden, ik kan uitbreiden. En u kunt op mijn terrein kunt u een werkplaats neerzetten. Dus zo moeten we dat zien. Surinaamse bedrijven, ik roep jullie op. Het wordt nu echt spannend. Want we kregen de final investment decision ten aanzien van blok 58. Eén van dit jaar. Dat wil zeggen dat er nu echt gewerkt gaat worden. Er gaan mogelijkheden komen op allerlei gebieden. Ik noemde al eten en drinken, lastwerk, machinereparaties. De spin-off ook natuurlijk, de hotelbusiness, restaurants, taxis, een heleboel andere zaken. Dus komt u om zich te oriënteren. En dan kunt u als follow-up gaan we in de komende tijd vaker sessies houden van welke diensten en goederen met name nodig zijn in de offshore-industrie. Maar zo'n gelegenheid is prachtig. We hebben ook een exhibitie. Waar je kan zien welke materialen worden gebruikt. Misschien ook kan afkijken daar welke diensten en goederen worden geleverd. En dat u zegt dat u dat ook zelf kan. Ja, dat was de heer Ananja Gissel, de directeur van Staatsolie. In een bijdrage van CDS. Focus was dat. In verband met dus de Oil and Gas Summit 2024, die morgen van start gaat. We hadden ook een deel nog willen laten horen, maar dat krijgt u misschien nog in een andere uitzending. En dan gaan we met een van de mensen die gaat deelnemen, wederom, dat is de heer Willem van der Jacht, de CEO van Mind Services Suriname. En die is zeer lovend over dus de vorige. En hij heeft besloten dus dat hij dit jaar ook weer meedoet aan de Staatsolie Oil and Gas Summit 2024. We krijgen zo meteen hier aangeschoven de heer Ricardo Panka, de woordvoerder van de NDP. En dan gaan we een beetje praten over de partij. We zijn benieuwd hoe het allemaal aan toe gaat momenteel binnen de partij. Nu de NDP-voorzitter daar zelf dus niet bij is, maar laten we het zelf horen zo meteen van de heer Panka, hoe de partij zich voorbereidt naar de verkiezingen toe. Er is een centrum opgericht laatst, heb ik begrepen, de Pont Buiten. En daar zijn er ook wat uitspraken gedaan. We zullen het allemaal vernemen vandaag van de heer Ricardo Panka,
die elk moment hier kan aanschuiven in deze aflevering van de Koffiepraat. Ik zei het al, later is er ook een persconferentie van Asinga, hè? Want die situatie met die zoon, die speelt er. Dus we zijn benieuwd wat er dus tijdens de persconferentie allemaal aan de orde zal komen. En ook dat van de waterkant, de herinrichting van de waterkant, daar is er ook een activiteit over. Dus ja, er is heel veel te doen vandaag, moet ik zeggen. Ik dacht dat er deze week ook een persconferentie komt van het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB. Want die situatie met de NPS heeft er ook gespeeld. Dus ik denk dus dat dat ook een heel veel mensen wakker heeft geschrikt. Laten we dus allemaal gaan vernemen wat er dus allemaal uit de bus zal komen voor wat deze activiteiten betreft. We wachten op de heer Panga. Ik heb begrepen dat hij er al moet zijn, hoor. Dus we wachten even af. Verder zien we ook dus dat arbeidsinspectie verklaart ontslag Hellings bij EBS ongegrond. Dat heeft dus Dagblad vandaag opgenomen in de krant. En ook jarige SEOB, dat is de Suriname Economic Oversight Board. Die bestaat dus, ja, is jarig binnenkort. Ik heet welkom, heer Panka, je mag plaatsnemen. En die beveelt dus aan IMF2-programma. En de vakbeweging en de regering nog ver uit elkaar in de kwestie van de verhoogde stroomtarieven. Er is dus nog geen overeenstemming bereikt. En ander minder prettig nieuws heb ik begrepen is dat een politieinspecteur in Ikerino zichzelf van het leven heeft beroofd. Dat was dus ja, minder prettig nieuws. Ik denk dus dat we een van die dagen ook weer over de stad van die zelfmoordgevallen zullen praten in deze uitzending. Ik heet welkom heer Panga. Heer Panga, Fafi, afvielen nog? Goedemorgen. Want ik heb begrepen om te komen vanuit richting het zuiden. Ja, het zuiden. Dat het altijd ook weer een probleem, maar ook het noorden soms hoor. Niet altijd, ja, ja, ja. Maar vaak genoeg naar het zuiden naar probleem. En vooral hoe dus die brug daar zo is afgesloten, dan begrijp ik het. De grootste verkeersintensiteit is vanuit het zuiden. Vanuit het zuiden, hè? Vanuit het zuiden, want als je komt, dan zie je heel weinig verkeer naar het zuiden. Zuiden toe gaan, ja. Meestal dus alles, naar het centrum. Komt. En dan krijg je een knoop op de kruisingen. Ja. Zeker Magenta-Kanaalweg, nu weer gevonden weg. Ja, ja. Dat is een van de grootste knopen op dit moment. En natuurlijk Indira Gandhiweg. Ja. En de route die nu gevolgd moet worden naar de brug over de Saramaka-kanaal, daar bij Bruinsheel. Maar zijn er agenten op de weg in de ochtend? Daarom wordt die knoop groter. Oh. Maar het is goed, omdat je dan, kijk, bij zulke verkeersopstoppingen moet je zeker toepassen hoe zeg maar het? Fatsoen. Fatsoen. Verkeersfatsoen. Mm. En dat ontbreekt. Dat ontbreekt. Want iedereen. Iedereen niet haast. Iedereen niet haast. Ik begrijp het. Goed. We hebben u uitgenodigd, want Oan Takitje over NDP. Heel veel mensen zijn benieuwd om te weten hoe het met de partij gaat. Vooral nu, ja, de voorzitter dus zelf ontbreekt. Hoe gaat het binnen de partij? Het gaat natuurlijk zijn gangetje. Mm-hmm. In die zin van dus dat we normaal de dagelijkse werkzaamheden en de uitgezette activiteiten bespreken, coördineren en uitvoeren. Yeah. Dus dat is voor dat gedeelte hebben we voor dat gedeelte hebben we dus toch wel van in georganiseerd verband. Mm-hmm. De coördinatoren en noem maar op. Yeah. En iedereen is op zijn plek. Mm-hmm. En de uitvoering die vindt plaats. Je hebt hier en daar wat opstoppingen, net zoals in het verkeer. vanwege de afstanden ook. Yeah. Die je soms niet direct kan overbruggen. Maar al met al kan ik zeggen dus dat we na die dip van 2020... een poosje erover hebben moeten doen om dat te verwerken. Dat zeggen we ook eerlijk. Maar het heeft ons gesterkt om eruit te komen natuurlijk. Want je kunt niet in die dip blijven.
Heeft de partij concreet geëvalueerd hoe die dip is ontstaan? Zijn er fouten gemaakt? Er zijn een paar zaken dus die uitsteken, mm-hmm. natuurlijk. Mm-hmm. En dat is dus goed besproken en daarna gekeken. Mm-hmm. De analyses die gemaakt zijn door de deskundigen, die zeggen dus ook duidelijk van er zijn een aantal zaken die wij... waarmee wij, laten we zeggen, over het hoofd hebben gezien, maar dus waarmee dus ook op dat moment geen rekening is gehouden of kon worden gehouden mm-hmm. vanwege de situatie. Moeten rekening houden, we zaten dus ook in die COVID-pandemie-periode. En meet the people activiteiten die werden zoveel mogelijk ook geminimaliseerd. Maar daarnaast was een van de zaken dus dat de aanval op de NDP-regering, of de regering waarvan de NDP deel uitmaakte, die waren zware aanvallen in de zin van dus dat enorm veel leugens zijn gelanceerd die het volk dus ook in principe hebben opgejut tegen de zittende regering van toen. En daarnaast heb je dus ook dus dat beleidsmatig een aantal zaken zijn uitgevoerd die misschien anders uitgevoerd hadden moeten worden. Mm-hmm. Toch? Maar desalniettemin hebben we gekregen dus dat de regering een heleboel zaken heeft uitgevoerd. De schuld die op de schouders van de regering toen was geworpen, is dat de regering het volk verarmd heeft. Wat dus niet helemaal waar is, omdat we zaten dus met de crisis in de, van de olie- en goudindustrie. De prijzen kelderden op dat moment. We hadden geen inkomsten meer uit de bauxietsector. Billington die was al lang vertrokken. En Suralco ook. Dus een hele grote gap van tussen de 300 en 400 miljoen US dollars op jaarbasis is dus komen weg te vallen. En dat een klein land als Suriname, dat geeft dus toch wel een enorme druk op de inkomsten die al bijna niet zijn. Ja, dan? En dus dat je meer... We zijn op school geweest. We hebben altijd geleerd, de kurk waarop onze economie drijft is de bauxietsector. Later hebben wij in de 80er jaren is dus de oliesector. Je had net een onderwerp daarover. Maar in de 80er jaren toen kwam de olieindustrie. En langzamerhand kwam ook de goudindustrie op gang. Dus de inkomsten, die waren niet als zodanig ook. Staatsolie heeft ook heel veel problemen gehad in de periode 15, 17... met betrekking tot de keldering van de olieprijzen op de internationale markt. Mm-hmm. En dat heeft staatsolie dus ook in heel veel problemen gebracht. Desondanks heeft de regering van toen gekozen om staatsolie als... kan het ook anders. Ze zijn de enige aandeelhouder van het bedrijf om ervoor te zorgen dat staatsolie uit die dip komt. Mm-hmm. En dat heeft dus gemaakt dat ze geld zijn gaan lenen. Ik denk dat moet zijn de Oppenheimer-lening. Dat voor staatsolie dus een bedrag is geleend om het bedrijf weer, weet je, gezond te maken, weer op poten te krijgen na die val van de olieprijzen. Dus een aantal dingen hebben ertoe geleid dat het ook negatief is gebruikt geworden naar de samenleving toe om aan te geven van, zien jullie wat er gebeurt? De regering is niet capabel, is incompetent, ze stelen, ze dit, ze roven, noem maar op. En de kwestie van de centrale bank heeft een rol gespeeld waarin de grootste leugen tot nog toe nog steeds wordt gehanteerd. En dat is dus dat de kasreserve was gestolen. Toch? En dat was een van de issues die is aangenomen, is misbruikt, om dat zo te zeggen, om de regering in een kwaad daglicht te stellen. En andere dingen nog. En toch, heer Panka, wat eigenlijk die reacties versterkt, zoals men net aangeeft, is dat het feit dat de toenmalige minister van Financiën
is verdwenen uit het veld. Men vraagt van, ja, maar als hij niets te verbergen had, dan was hij toch gebleven? Had hij verantwoording afgelegd over wat er met onze financiën is gebeurd? Nou, laat me u terugbrengen bij de samenstelling en overname van de nieuwe regering, de huidige regering, uh-huh. waarbij de gewezen minister van Financiën, de heer Hoefdraad, de overdracht moest doen aan de heer Agaibasin, de nieuwe minister, incoming. En dat de woorden van die minister waren dat de heer Hoefdraad de staatshuishouding, de cijfers, noem maar op, die hij heeft overgedragen, die zien er goed uit. Hij had daarop alleen maar lof. Ik voer u terug naar dat moment. Hoe alles heel goed in elkaar, overzichtelijk. En nog geen 5 minuten daarna horen we van... Er is wanorde, er is gestolen, er is dit, er is dat. Nou, ik hoor de juristen in elk geval zeggen van... iedereen mag zich onttrekken van zijn gevangenneming. Als ik niet in de gevangenis terecht wil komen, dan zorg ik ervoor dat ook niet gebeurt als ik daartoe in staat ben. Dus de zaak is nu nog steeds gaande. Wij hebben in elk geval vanwege de ontstaande situatie kunnen merken dat het om politieke vervolging gaat. Trouwens, toen het signalement was doorgegeven aan Interpol, heeft Interpol duidelijk verwoord dat zij niet aan zal meewerken, omdat duidelijk naar voren is gekomen dat het gaat om een politiek proces. Dus we kunnen natuurlijk alles zeggen wat men zegt en beweert. Uiteindelijk is de zaak bij de rechter en de rechter zal een vonnis vellen. Laatst is dus wederom aangetoond dus dat de rechter van oordeel is dat de kwestie van meneer Hoefdraad, die toen in hoger beroep behandeld moest worden, dat wordt afgewezen. En dus dat hij verder vervolgd mag worden. Dus we kijken ook daarnaar. Hè? Ja. En hoe het allemaal toegaat in het land op dit moment. Maar ik wil even teruggaan naar het moment, omdat we spraken over de situatie binnen de partij. Ja. Dat, wat ik me afvraag, heer Panga, hoe beïnvloedt de kwestie dat de voorzitter er nu ontbreekt? Hoe beïnvloedt dat de partij? Het heeft natuurlijk eerlijk gezegd haar impact. Het gaat om de heer Desiree Delano Bouterse, de voorzitter van de partij, tot nog toe. En de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan de partij, dat heeft natuurlijk gezorgd dat de organisatie binnen de partij niet teruggevallen is. En dat is natuurlijk het positieve daarin. Ja. Ja? De partij die loopt zoals dat georganiseerd is. Dus in principe gaat het dus in zijn aanwezigheid, you know, en de instructies die hij altijd gaf hoe verder te gaan en waarmee rekening gehouden moet worden. Desalniettemin merken we dus dat de partij uit die dip is gekomen. En we zijn nu in opmars, om het zo te zeggen. Alles is op zijn plaats, alles is in place. Het is een kwestie van tijd. Ja. Hoe gaat de partij na de verkiezingen? Want ik heb begrepen dat er ook interne verkiezingen aanstaande zijn. Ja. We hebben natuurlijk van meet af aan wilden wij dat al doen. Maar er was ook een moment waarbij na de gehouden ALV, waarbij we dus een aantal aanpassingen hebben gepleegd in ons huishoudelijk reglement, naar analogie van onze statuten, moesten wij dus dat ook nog aanbieden aan het OKB. Mm-hmm. Het heeft heel lang daar gelegen, toch? Dat bepaalde zaken naar buiten zijn gekomen in de kwestie van NPS bijvoorbeeld. Bleek dus dat van NPS al 8 weken daar heeft gelegen en dat van de NDP iets wat langer dan dat.
Uiteindelijk is dus het proces verbaal betekend aan de partij, waarbij dus duidelijk is aangegeven dat de partij conform de wettelijke verplichtingen voldoet aan, om zich te laten registreren bij het OKB. Mm-hmm. Dus dat is ondertussen gedaan en dat heeft dus ons gesterkt, om het zo te zeggen, om dus de volgende stap te doen. En dat is dus om de interne hoofdbestuursverkiezingen te houden. Dat wil zeggen dat er een nieuwe voorzitter komt bij de NDP. Een nieuwe hoofdbestuur, ja. Mm-hmm. Ja. En hebben er zich al kandidaten aangediend? We zijn nu in een zeer vroege fase, mm-hmm. omdat tegelijkertijd er een verkiezingscommissie is ingesteld, benoemd geworden, om de voorbereidingen te treffen. Omdat de voorbereidingen niet in Paramaribo alleen zijn. Mm-hmm. De voorbereidingen zijn in alle 10 districten. Ja. Omdat daar, omdat van daaruit dus de, zoals wij dat noemen, de subafdelingen en de afdelingen, de gekozen structuren van de partij, ook betrokken moeten worden bij dit proces. Dus ja. Het begint eerst daar beneden, mm-hmm. en dan komt die getrapt naar boven. En op een gegeven moment zullen we dat moment hebben waarbij eventueel 1 persoon of 2 personen, misschien 1 persoon, de wens te kennen geeft van, ik wil mijn, ik ambieer het voorzitterschap. En op basis, we zullen dan kijken als dat op basis van, omdat er wat interne verplichtingen zijn op dat gebied. Je moet tenminste een termijn als hoofdbestuurslid hebben gediend om je verkiesbaar te kunnen stellen als voorzitter van de partij. Dus het gebeurt niet zomaar dat iemand van buiten gewoon komt en zegt van ik wil voorzitter worden van die partij. Nee, er zijn regels. Ja. Wanneer komen die verkiezingen? Dat is nog niet duidelijk. We proberen ze zo soon as possible te houden. Maar de verkiezingscommissie die al aan de slag is gegaan, die zal dus dat gedeelte valt onder hun. De opdracht is in elk geval gegeven dat de verkiezingen goed worden voorbereid, maar dan toch wel dat er wat tempo in moet worden gebracht. Mm-hmm. Hoe zit het met het betrekken van jongeren binnen de NDP? Omdat we ook die geluiden horen van ja, bij de laatste verkiezingen hebben jongeren zich zo ingezet. Mensen die in het veld zijn geweest en die zijn juist aan de kant gezet, zijn op een gegeven moment buiten beeld gezet. En steeds weer diezelfde gezichten die terugkomen binnen de NDP. Dat was een van de klachten die ik hoorde. Ja, nou laat maar zeggen, de indruk die wij hebben, mm-hmm. is dus dat er enorm goed gelet wordt op de NDP. Ik weet niet waarom men zoveel aandacht heeft voor de partij. Maar de NDP wordt straks 37 jaar. Dat is een jonge partij. We zijn nog geen 40. Terwijl we moeten competen tegen partijen die 78 en 75 jaar oud zijn. En we hebben ook een hele lange periode alleen de top binnen het land was boven de 60 jaar. Dat ben ik komen ontmoeten als jonge politicus. Ja. Toch? Nou hebben wij de trend ingezet dat wij, los van het feit dat wij ervoor gezorgd hebben, maar dan zeggen wij, maar in die nieuwe grondwet van 1987, dat de leeftijd om aan verkiezing deel te mogen nemen verlaagd is van 21 naar 18 jaar. Dat is een trend die wij hebben ingezet. Dat geeft aan dat wij het belang van participatie van jongeren in de politiek hebben ontdekt en hebben gezien en hebben gestimuleerd. En dat heeft zich ook verder ontwikkeld in het feit dus dat wij ook een ministerie daarvoor in het leven hebben geroepen. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Toch? Waarbij dus de jeugd, de jongeren, creatief, actief werden bezig gehouden. Maar dat niet alleen, maar dat jongeren die in de partij ambities hebben, die kunnen zich natuurlijk dan ook opwerken in die organisatie. Mm-hmm. Toch? En dat heeft zich dus ook gemanifesteerd in dat hele jonge mensen posities hebben ingenomen in op beleidsgebied, mm-hmm. op ministeries, minister,
op ministerniveau zelfs. Dus de participatie van de jongeren die zal altijd blijven in de organisatie. Als we nu kijken dat bij het installeren van de jongerenbesturen, dat er een enorme grote animo is onder de jongeren. Er wordt zelfs gezegd van, je kan een bestuur hebben met 15 man, maar we zien besturen met 23, met 25 man. Zo groot is de belangstelling om te participeren in het jongerenbestuur. Nou hebt u het meer over dat mensen in de organisatie misschien wat ouder zijn, maar dat ze dus nog steeds op de frontlinie, in de frontlinie van de organisatie zijn. Hoe kan het ook anders? Ja. De ervaring die er is bij deze mensen, dat moet je niet onderschatten. Het enige wat we nu doen, is zorgen dat die jongeren die nu binnenkomen, dat ze meelopen met de ervaren mensen in de organisatie. Zo is het overal. Toch? Je loopt mee, je participeert, je krijgt opdrachten, je krijgt instructies, je krijgt verantwoordelijkheden onder supervisie van ouderen in de partij. Toch? En als zodanig is er dan een moment dat je dan veel meerdere en grotere verantwoordelijkheden krijgt. Ik schuif mezelf niet naar voren, maar ik was heel jong. Ja. Toen ik met ouderen begon te werken in de organisatie. Toch? Ja. Als ik al 21 of 22 jaar oud was. Toch? Maar vanaf, zo zou je kunnen zeggen, vanaf de revolutionaire periode komen we al in die organisatie. En stapvoets bereik je natuurlijk vanwege je inzet een bepaalde hoogte in die partij. En dan krijg je dus ook meer verantwoordelijkheid, omdat men jou ziet. En men merkt op dus dat je die organisatie ook goed uitdraagt naar buiten. Want dat is ook belangrijk. Bovendien hebben we onze ideologie, waarbij we onze jongeren ook moeten trainen. Politieke scholing moeten geven om te weten wat zijn al de verschillende aspecten binnen de politiek. De geschiedenis van de partij, de geschiedenis van onze politieke periode en een toekomstvisie. Dus dat zijn aspecten waarop we heel duidelijk werken met jongeren. Ja. En jongeren moeten overnemen, dat is waar, toch? Maar we moeten ze ook op dat niveau brengen, zodat ze ook politiek bewust zijn van wat er gebeurt in het land. Ja. Heer Panka, en dan het nieuws dat naar buiten zou komen. Is het waar dat de heer Misikaba terugkomt? Tot nog toe is dat nog steeds nog nieuws. Hij is nog niet in die partij. En natuurlijk ga ik hier niet zeggen van, hij is niet welkom. Ja. Ik heb heel lang met hem gewerkt in de partij en ook in de Nationale Assemblée als fractieleider. En hij was toen waarnemend fractieleider. En zijn vertrek was natuurlijk een niet prettig overgekomen. Bij mij zeker niet. We weten in elk geval dat als hij die wens te kennen gegeven heeft, dat hij de stap terug wil maken naar de organisatie, naar de partij. De partij die hem heeft groot gebracht, om het zo te zeggen. We hadden het over jongeren. Ja. Hij is als een jonge man in die organisatie gekomen. Mm-hmm. Bliksem carrière gemaakt natuurlijk, maar dat komt vanwege zijn attitude, zijn gedrevenheid, toch? Om verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Ook dat gemaakt heeft dus dat hij het tot minister gemaakt heeft zelfs. Fractieleider en daarna minister. Dus zijn terugkeer naar de partij is op dit moment slechts nieuws voor ons. Mm-hmm. Als dat zo is, dan stemt het ons goed, zeker mijn persoon. Okay. Dus we hopen in elk geval dat het niet alleen bij nieuws blijft, maar dat het dan ook werkelijkheid zal worden. Tot slot. Wat drijft de partij om straks weer aan de macht te komen? Het volk heeft de NDP jaren meegemaakt. Heeft een bepaalde visie gehad.
Er wordt nu zwaar bestreden dat van IMF. Dat niet zo'n goede stap zou zijn. Maar wat zou de partij dan doen om uit die crisis, die financiële crisis, te komen? Als jullie aan de macht komen. Zouden jullie het anders doen? Als je nu moet zeggen hoe jij... Want de regering zegt, we hadden geen andere keuze dan naar IMF te stappen. Ja. NDP zegt, wij zouden dat niet doen. Wat zouden jullie dan in de plaats doen? Nee. Wij zeggen niet dat wij dat niet zouden doen. Want we hebben het gedaan. Maar het is in elk geval niet geworden wat... Nee, het is niet dat het niet geworden is. Het is omdat wij toen hebben gezegd van... als wij dit moeten gaan uitvoeren ten koste van het volk... dan sorry, dan gaan we niet verder met jou. Omdat we weten dat het IMF heeft een uitgemeten format... hoe zij te werk gaat als het gaat om hervormingen in derde wereldlanden. Er zijn zoveel voorbeelden waar het gegaan is zoals het niet had moeten gaan. Maar je wordt natuurlijk als klein land met zoveel commodities, met zoveel rijkdom. En dat is nu de vraag die wij onszelf moeten stellen. Zoveel geld, zoveel rijkdom in het land. Hebben we een IMF nodig? We hebben goed leiderschap nodig. Dat is wat we nodig hebben. Toch? Het IMF, die bindt jou vast aan een... Want wat zij doen, is zijn geen giften... Het zijn geen giften die wij van het IMF krijgen. Het zijn keiharde dollars die ter leen worden gesteld. Het moet terugbetaald worden. En ze geven je dat geld als je doet wat zij zeggen. Dat is de essentie van het verhaal van IMF. En als je subsidies moet afvoeren... Nou, binnen de gezondheidszorg, binnen onderwijs, binnen... elektriciteit en water, dan moet je dat doen. Als je duizenden ambtenaren moet ontslaan, dan moet je dat ook doen. Er zijn eisen die gesteld worden aan het kunnen krijgen van wat geld. En als we kijken wat allemaal binnengekomen is... aan middelen vanwege de verhoogde prijs op de internationale markt voor olie en goud, waarin deze regering als het ware gerold is, dan zie je dat IMF niet nodig was. Maar het heeft dus nu wel gelegen aan het leiderschap dat nu is, dat alles zo is nu zo is geworden. Dus wij zeggen van luister, het volk is... 6-7 maal armer geworden. Onder deze regering met een IMF-signatuur. Ja? Het waren dezezelfde mensen die hadden gezegd... de NDP-regering moest niet gaan naar IMF. Later is het geworden, we hebben IMF voor de gek gehouden. En dat is natuurlijk een domme uitspraak, want IMF kun je niet voor de gek houden. Er zijn landen waarmee Trinidad heeft laatst ook geweigerd om te voldoen aan de eisen van IMF. Het is, hoe kijk je naar de hulp die zij bieden tussen haakjes? En hoe kijk je naar wat het volk, wat je moet doen, waardoor het volk gaat lijden? De pijn die het volk op dit moment voelt onder deze regering met IMF-signatuur is enorm. Toch? En zij hebben toen gezegd, nog voor hun aantreden, dat het volk niet zal inleveren. Het zal de regering zijn die zal inleveren. Ondertussen is het omgekeerde gebeurd. Het is het volk dat inlevert en de regering die daar rijker van wordt. Tot slot, straks is er moet er een nieuwe regering aan, zeg maar een regering aantreden weer. We hebben volgend jaar verkiezingen. Er wordt gezegd van, we zullen een regering moeten hebben die in staat is straks, met al die oliedollars die we binnen zullen krijgen, het land goed te leiden. Stelt de NDP zich daarvoor garant? Suriname heeft een history van dat we al heel in een vroeg stadium zijn begonnen met onshore olieindustrie.
Het nieuwe is dus nu die offshore. Onze rijkdommen die daar liggen in olie en gas. En het zal natuurlijk veel voeten in de aarde kosten, omdat je ook daar moet dealen met internationale grote maatschappijen die overal in die wereld olie aan het boren zijn. Het zijn geen kleine jongens. Dus onderhandelen ook is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Waarvoor kies je? Dus het gaat niet alleen om die dollars die gaan komen. Het gaat er ook om van de onderhandelingspositie die jij als land, als eigenaar van die rijkdommen, die je als het ware weggeeft aan een bedrijf en daarvoor iets terug moet krijgen, dat het daar begint. Wat krijg ik daarvoor terug? Ja? Dat is heel belangrijk. En nou zegt u van, de regering die komt, die moet zorgen, dus dat de inkomsten uit die oliesector, die offshore oliesectoren, dat die dus ten goede moeten komen van het land. En daar zijn we allemaal op één lijn wat dat betreft. Maar het zou dus liggen aan een regering die er niet voor is om zichzelf te verrijken, of mensen in de top die zichzelf willen verrijken en familie en friends inzetten om die dollars te gaan verdienen, en dat er slechts een habbekrasje overblijft voor het land, en dat je dus allerlei verhalen komt vertellen van het geld is er nog niet, dan moeten we nog schulden betalen en al dat soort dingen. Dus die wegen zullen nog even zo moeten blijven onder water en noem maar op. We willen geen regering. Er mag geen regering komen die erop uit is om het volk te straffen en om het volk pijn te doen, zoals het nu het geval is. Maar staat de NDP daarvoor garant? Wij als partij staan garant ervoor dat op basis van onze ervaring, zeker onze jongste ervaring in de afgelopen periode voor wat betreft, toen wij het voor het zeggen hadden, om het zo te zeggen, dat wij geleerd hebben hoe het niet moet. Okay. Dank u wel. Ricardo Panga, de woordvoerder van de NDP, hadden we vandaag in deze aflevering van de Koffiepraat. Het was een genoegen om vandaag met u te mogen praten, heer Panga. Ik heb alleen geen koffie. Hey. We moeten dat goed maken. Heel hartelijk dank, heer Panga. En heel veel succes toegewenst met de NDP. Dank u wel. Graag gedaan. Nou, hiermee hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van de Koffiepraat. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen bij u terug. Ik wens u een hele goede dag verder. Dag.